Mooi, hè, die natuurgeluiden? Ja, luister u nog maar even goed. Het is in tijden niet meer zo stil geweest in de kapelse wijk Schollevaar. Want nog niet zo lang geleden kozen de vogels eieren voor hun geld. En was het deze bromtoon die de boventoon voerde en die het leven van Janne Ineke zuur maakte? U kunt lachen, en dat is al vaker gedaan, maar de bromtoon is een hele serieuze zaak. Ineke raakte bijna overspannen. En eens was hij er. Daar schrok ik van. Ik lag te slapen. En je schrikt over en van, wat hoor ik? Nou, man lief ook over en van, wat doe je? En toen zei ik, hij is er weer. Maar alle ellende is voorbij, dus hoogste tijd voor een felicitatie. Gefeliciteerd, want wat een goed nieuws, hè? Ja, we hebben lang gedacht dat het misschien niet zo was. Maar ja, nu geloven ook wij echt dat hij weg blijft. Ja, hoe lang is hij al weg? Nou ja, sinds... dat. Uh... Twee diffusers eruit uh, uit de ketels hebben gehaald. Ja, bij, Aeon. bij de EON. Bij de EON, ja. En sindsdien hebben we helemaal niks meer gehoord. Dus uh, geweldig. Jullie de... mm. 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 waren goed in het nadoen van de bromtoon. Zijn jullie ook goed in het uh, nadoen van de toon of het geluid wat er nu heerst? Absolute stilte. Dat is het, hè? Dan wens ik jullie een stil en gelukkig nieuwjaar. Bedankt. Ja, Hartstikke bedankt. bedankt Goed, in de wijk Capelle Schollevaar is sinds een lange tijd alles weer rustig en kan er dus weer heerlijk geslapen worden.